Dit is Trudo FM. Something happens and parachute. Ja, het is te hopen dat er iets gebeurt als je aan dat koordje trekt van een parachute, hè, Joris? Dat is zo, Tim. Wie herinnert zich de scène niet? Een FC de kampioenen Pinkers. Zijn ze kapot? Truus Pinkers. Ze zit hier helemaal naast mij. Ik klaag er nog iedere keer om als ik het filmpje opnieuw zie. En het is toch al een heel oude aflevering. Vera, welkom in het tweede gedeelte. Je speelde in FC de kampioenen enkele legendarische gastrollen als Truus Pinkers. Maar ook als Min in de twee kampioenenfilms. Juist, ja, ja, ja. Ja, hoe kijk je erop terug op die kampioenen? Want er worden nu geen nieuwe afleveringen meer opgenomen. Goh, ik vond het fantastisch om te doen. Dat voor te beginnen. Dat voor mij vaker gemogen. Maar ja, dat loopt zoals het loopt. Hè. Ik heb dat super graag gedaan. Het waren heel aangename collega's om mee te werken. Ja, want je komt dan in een groep terecht die heel vast is. Een vaste cast die al meer dan 20 seizoenen samenwerkt. Ja, is dat moeilijk om je daarin te integreren? Of word je toch goed eigenlijk opgenomen? Niet, maar ik moet zeggen, ze waren allemaal eigenlijk heel vriendelijk. En er kwamen heel vaak gastacteurs natuurlijk langs. Hè? En allemaal even vriendelijk. En ja, iedereen wil ook dat het goed verloopt. En het waren heel aangename mensen eigenlijk allemaal. Ik weet nog die scène, ik geloof dat de aflevering depressief noemde. Dat ik met Anneke Tuts, Doortje, zo wat therapie moest geven, dat ze meer als Carmen moest zijn en noem maar op. Allee, dat was heel leuk om te doen. Maar Anne Tuts ken ik nog van vroeger op school. Studio Amantijlijk in Antwerpen. Zat zij 2 jaar hoger als ik. Maar we woonden in dezelfde straat, zaten wij op kot. Zij in de Begijnenvest, 67. En ik in de Begijnenvest, 76. Tuts en Puts. Het is maar één letter verschil. Dus ik had af en toe wel eens een brief of post van haar in mijn brievenbus. En omgekeerd, dat we dan elkaar terugbrachten. Ja. Ja, wel heel leuk. Hoe maak je zo'n rol eigen? Is dat puur wat de regisseur zegt, of steekt dat toch wel ook een groot stuk van jezelf? En ga je op zoek naar hoe werkt een therapeut, of is het puur professionaliteit? Het is de twee eigenlijk. De regisseur geeft uiteraard aanwijzingen. Hè? Het was een Hollandse, dus ik kon lekker vettig in dat Hollands doorchargeren, zeg maar, terwijl ik eigenlijk zo nooit niet spreek. Echt zo praten, weet je wel, nou. Hè, dat is ook, dan doe je eigenlijk gewoon iemand na, hè, van iemand die Hollands spreekt. Vind ik wel heel leuk om te doen. En dan met dat belachelijke kapsel, zo'n koe Beatrix had ik. En koningin Beatrix in Nederland, zo betonvast. Dat was precies gecementeerd. Dat 6 bussen haarlak, bij wijze van spreken, zaten erop. En zo'n mottig pakje. Dat geeft al direct zo wat houterige bewegingen. Hè? En verder liet de regisseur mij meestal mijn gang gaan. Van doe maar op. Als het te veel was of te weinig of niet goed, dan wordt dat wel gezegd. Wordt altijd wel gerepeteerd. Hè? Je bereidt u thuis ook wel voor. En dan ging dat eigenlijk vanzelf, ja. Ja. Ja, jammer dat het erop zit. Of zouden er nog meer kampioenen afleveringen mogen komen? Voor mij zeker, absoluut. Maar ik denk op een gegeven moment, ik weet niet wie daar de stekker uit heeft getrokken. Wat ik wel merk, hè, als wij spelen, theater, dus zowel voor jongeren spelen wij trouwens producties, als voor ook senioren. Heel vaak komen mensen achteraf naar mij van, ik ken u, u bent Truus Pinkers van de kampioenen. Zowel jonge mensen, 17, 16, 17 jaar, die dan blijkbaar al die heruitzendingen bekijken of een dvd-box hebben. Als oudere mensen van in de 80, waar wij ook voor spelen, hè, die het ook nog weten. Dus dat bestrijkt wel eelder generaties. Hè? Ja, en ondanks de pruik blijf je natuurlijk. Ja, het was geen pruik. Excuseer, mijn eigen haar. Moest ik daarna wel een half uur uit borstelen. Ja, al die lak. Nee, het was mijn eigen haar. Dat een schitterende kapster op de VRT. Die dat dan in zo'n Beatrix-model maakte. Ja. En heel donker nog, hè? Eerste aflevering was mijn haar. Mijn haar is ook. Mijn haar is een beetje uw kleur. Geverfd. Ja, niet waar. Geverfd. L'Oréal. En mijn haar is eigenlijk uw kleur, maar dan hebben we al wat grijs erdoor. Hè. Dat is dus geverfd. Inderdaad, de eerste aflevering is denk ik meer dan 20 jaar geleden. Was mijn haar nog donker en daarna zat er al wat blond in. Ja. Voilà, en bij deze hebben we dat geheim ook weer ontrafeld. Wow. Vera, je zat ook in de kampioenenfilms. Anders dan de afleveringen? Dat is natuurlijk wel anders in die zin, omdat je dan echt op locatie zit of andere locaties dan die zij normaal gebruikten. Hè? Ook met iemand die ik nog helemaal niet kende, de tegenspeler, een Hollandse meneer. Maar even leuk, absoluut, ja. En er komt nu een derde kampioenenfilm in. Ja, zal die er ook in zetten? Helaas, ik zat wel, of ik, we,
de Hollandse meneer en ik zaten wel in het scenario. Er zou weer iets gebeuren met de twee Hollanders met hun caravan. Een of andere ontploffing of iets, ik weet niet wat. Maar natuurlijk, dat was heel erg duur. En dat maar voor een half minuutje cinema. Uiteindelijk is dat in de laatste fase is dat geschrapt. Jammer. Helaas. Ja. Jammer toch. Nee, maar dit maakt niet uit. Dat is zo. Hè. Zo gaat dat. Hè. Zijn de acteurs van de Kampioenen en andere acteurs, zijn dat vrienden of is het toch altijd een beetje concurrentie? Concurrentie, ik weet niet wat andere mensen ervaren, maar ik zelf ervaar nooit iets als concurrentie. Ik denk altijd, ja, ik denk niet in die termen, ik voel dat zo ook niet, of jaloezie. Ik denk, goh, die is goed voor die rol, fantastisch, proficiat, maar ik ga mijn eigen weg. En als ik een rol niet heb, of een bepaalde job niet heb, doe ik iets anders. Ik ben heel, ondernemend zelf, met Karin Jacobs ook. Doen we al bijna 20 jaar zelf theater maken. En dat, ik mag wel zeggen, dat loopt als een trein. We spelen per jaar meer dan 100. We zitten dit jaar van 120 voorstellingen die we zelf gecreëerd, gemaakt hebben. Ja, we gaan het er zo dadelijk zeker en vast nog verder over hebben. Maar ja, als ik dan Vera Puts denk, ik denk aan heel veel dingen, maar ik denk niet aan een soap, een vaste rol. Zowel niet op VRT, VTM. Dan denk ik ook van, ja, is dit geen gemiste kans? Is dat niet jammer? Dat is heel jammer voor heel de bevolking van België. Ja. Nee. Ja. Iedereen kent jou wel, maar als ik dan denk aan een Janine Biskop, zoveel jaren thuis, Marleen Merck, zoveel jaren thuis, familie, Martin Jonkeren. Ik denk dat dat soms ook een kwestie van, wel of geen geluk, of ben ik daar niet goed genoeg voor? Ik weet dat. Dat weet ik niet. Maar ik heb wel in thuis, het was heel leuk, zo 2 afleveringen gastrolletje gedaan van een mevrouw die bruidskleding verkocht. En voor Mirjam Bronswaar, die kwam dan passen. Dat is trouwens een vriendin van mij, Mirjam. Heel toffe madame. En voor hetzelfde geld had misschien iemand kunnen bedenken, we gaan die madame van de bruidskledij een verhaallijntje geven. Dat is niet gebeurd. Allee, bon, dan is dat zo, hè. Maar ik zeg het, ik zit niet zo in elkaar dat ik denk, oei, we gaan nu jarenlang, ga ik daar nu wakker van liggen? Dan denk ik, nee, dat is niet zo. Dus ik onderneem zelf, hup, en we maken weer een nieuwe voorstelling. Maar zou je het willen? Zou je, want het geeft natuurlijk wel wat financiële zekerheid. Dat is absoluut een feit. Als je in zo'n soap zit. Ja, maar je kunt, dat geeft absoluut zeker financiële zekerheid. Maar misschien zou ik, dat ik het wel leuk zou vinden, zo bijvoorbeeld voor een half jaar. Zo direct 10 jaar aan een stuk, misschien wat veel voor mij. Ik doe nogal graag veel verschillende dingen. Hè? Maar voor een half jaar mogen ze allemaal bellen. En mijn nummer is... Nee. Vera, je bent naast het theater, naast de tv, ook achter de schermen met van alles bezig. Daar weten heel weinig mensen iets van. Ik wil het heel graag weten. Vertel eens, wat doe je precies? Nu, ik moet zeggen, ik ben daar 7 jaar geleden mee gestopt. Ik heb dat 13 jaar gedaan. Ik zal even zeggen waarom ik gestopt ben. Ik heb achter de schermen gewerkt als coach. Voornamelijk voor showprogramma's, hè, zoals Idol. Ik weet nog de eerste Idol, 2003. Ik zie zo Natalia nog binnenkomen, de witte blouse met het kraagje en de rode broek. Ja, toptalent, was bij de eerste wat zij zong. Dat we allemaal als jury... Ik zat in de... Ja, ze hadden eerst een pre-jury, had je, voor leer ze voor de tv-jury. Kwamen zingen. Hè? En wisten wij direct, ja, dat is een geweldige stem. Hè? Maar je had de primeur dan? We hadden dan altijd eerst, ja, iedereen kwam eerst bij ons langs, voor lezen dan naar de echte jury gingen. Hè? Dat programma heb ik gedaan, Sterren op het IJs, de Nationale IQ-test. Heel lang, ook een jaar of 7, 8, heb ik Blind Date gedaan, achter de schermen, om dan de prooien, hè, dus die 3 mensen op die 3 krukjes zaten, aan de, voor de kijker, de rechtse kant van dat scherm dat openging, maakten wij dus die legendarische tekstjes dat die mensen uitspraken. Ja, dat deden wij. En we gingen ook mee op reis. Ik niet alleen, ook een aantal andere collega's. Met elk koppel had een begeleider bij als ze op reis gingen, om dan het filmpje te maken. Het videootje te maken. En ook om een verslag te schrijven, zodat Ingeborg later wist van, zijn ze verliefd geworden? Zo ja, wanneer? En wanneer hebben ze gekust? En om hoe laat? En of het werd niks? En hadden ze op dat verlof al iemand anders? Was dat de barman of de barvrouw? Allee, en hoe ging dat allemaal in zijn werk? Dus ik heb zeker 20 van reizen gedaan, van Mexico tot Dominicaanse tot Turkije. Fantastische ervaring. Wel, ik kijk er met heel veel genoegen op terug. Expeditie Robinson, ook gedaan. Eerste coach van Evie Hansen. Bij haar eerste reis eigenlijk, dat was Panama.
9 weken in Panama, de Pearl Islands, gezeten. Ook superleuk. Maar 7 jaar geleden, ik zei het net, ben ik daarmee gestopt. Omdat ik werkte heel veel. Ik werd voor heel veel programma's gevraagd. En ineens was het toing, allemaal wat te veel. En dan ben ik even moeten stoppen. Maar je bent terug begonnen en daar gaan we het vandaag verder over hebben. Eerst even wat muziek. Dit is Trudo FM. Trudo FM.